Hallo allemaal, ik ben Marie-Louise de Kreff. Ik ben de kinderboekenschrijver, de schoolschrijver bij jullie op school. En ik wil je vandaag wat vertellen over interactief voorlezen. Het is een onderwerp dat erg belangrijk is op school en het is ook iets wat heel erg gaat bijdragen aan de ontwikkeling van je eigen kind. Nou, als eerste ben ik dus Marie-Louise de Kreff. Ik ben dus een kinderboekenschrijver. Ik heb onder andere deze boeken geschreven van Giraf. Dit is een voorbeeld, dat heet Giraf viert feest. Er is een feestje, Giraf gaat voor het eerst een taart maken en dat cadeau geven aan een vriend, want iets wat je zelf maakt om dat te geven is een heel bijzonder moment. Nou, over interactief voorlezen. Waarom is dat nu zo belangrijk? Als een kind naar school gaat, krijgt het ongeveer met 1000 à 2000 woorden naar school. Dat heet de woordenschat. Dus dat is de hele berg woorden die een kind heeft. Denk aan papa, mama, eten. Al die kleine woordjes die je in je dagelijks leven tegen bent gekomen, met die woorden gaat een kind naar school toe. Als een kind uiteindelijk in groep 8 van school gaat, dan heeft het in Nederland nodig dat het 15.000 woorden kent. Het verschil tussen 1 of 2000 woorden als het een jaar of 4 is en 15.000 woorden als het een jaar of 12 is, is een immens groot verschil. Dat kan op school natuurlijk met een heleboel woorden worden geleerd, want daar krijgen ze een heleboel vakken. Maar het is niet allemaal op te lossen door alleen maar de leraarkrachten op school. Daarom is het belangrijk om ook veel voor te lezen. Er zitten namelijk in boeken woorden die een kind kan leren. Voorlezen, interactief voorlezen, is niet alleen belangrijk voor de woordenschat. Het draagt ook bij tot betere concentratie, want een kind moet volhouden in het boek. En dat helpt ook weer als het een opdracht moet doen op school om het langer vol te houden. Het draagt ook bij dat een kind de wereld wat vergroot, want in een boek gebeurt iets wat een kind zelf niet meemaakt. Er wordt een huis omver geblazen, er wordt een nieuwe vriendschap gemaakt, er gebeurt iets verschrikkelijks. Die dingen leert een kind via een boek ook mee te maken en krijgt ze ook veel begrip voor de kinderen en de mensen om zich heen. Dus een boek draagt op heel veel vlakken bij, maar waar we ons nu even op concentreren, wat belangrijk is voor jou als ouder, is dat je in je hoofd houdt, mijn kind heeft ongeveer 1000 tot 2000 woorden, ik wil hem helpen om bij 15.000 woorden te komen in de achtste groep. Waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk, die 15.000 woorden? Nou, als we naar de middelbare school gaan, dan is elk vak vol met tekst. Zelfs rekenen, zelfs wiskunde zit vol met tekst. Er zijn opdrachten waar staat, de directeur koopt 12 bankstellen. 4 daarvan zet hij uit in dit bedrijf en 5 daarvan levert hij af bij een klant voor de export. De procenten van die som en al die dingen die een kind misschien goed kan uitrekenen, komt hij bijna niet meer achter als er zo'n lap tekst staat en veel woorden in die tekst voor hem niet bekend zijn. Dus als er bijvoorbeeld een tekst is over stoelen en er wordt genoemd dat het ook meubilair is, maar een kind kent het woord meubilair niet, dan wordt het al een heel lastige som. En het is niet alleen met rekenen, geschiedenis, dat is lappen tekst lezen, aardrijkskunde is heel veel tekst lezen, maar eigenlijk bij elk vak, zelfs de vakken als natuurkunde en scheikunde, is het veel lezen en veel schrijven. Wat wij willen als ouders, ikzelf ook als moeder van 5 kinderen, dat onze kinderen het makkelijk hebben in hun leven. En een groot onderdeel daarvan is het makkelijk maken hoe je later naar de middelbare school gaat. En zelfs als je kind nu in groep 1 of 2 zit, denk daarover na. Dus we gaan van 1000 woorden naar 15.000 woorden, simpel gezegd. Nou, hoe leer je die woorden? Die leer je door herhalen. En het mooie van een kinderboek voorlezen, denk aan een klein kind, is dat we het gewoon opnieuw kunnen lezen. Veel kinderen, als je het voorgelezen hebt en je bent klaar, dan zeggen ze aan het einde nog een keertje. En dan willen ze eigenlijk precies hetzelfde boek nog een keer voorgelezen hebben, terwijl ze gewoon weten hoe het afloopt. Nou, in een boek zitten veel nieuwe woorden voor een kind. En het bijzondere vind ik altijd dat als je kinderen voorleest, dat ze niet zeggen, oh, dat woord ken ik niet. Ze luisteren gewoon en ze luisteren naar jouw verhaal. En als ik ze aan het einde vraag, wat betekent dat woord? Dan hebben ze zoiets van, ja, dat weet ik niet. Dus interactief voorlezen is daarin een belangrijk onderdeel. Nou, wat is nou precies dat interactieve voorlezen? Het interactieve voorlezen zet in op het vergroten van de woordenschat. Als je normaal een filmpje op YouTube aanzet van iemand die een boek voorleest, dan gaat je kind leunen en die gaat luisteren en die hoort dat boek en die vindt dat leuk. Of als je een ander filmpje aanzet, het is heel passief. Een kind gaat luisteren en er wordt niks gevraagd van een kind.
interactief voorlezen kun je niet doen door een YouTube-filmpje aan te zetten. Want bij interactief voorlezen ga je met het kind in het gesprek. Er zijn bij de bibliotheek voor elke leeftijd leuke boeken te vinden. Voor jongere kinderen tussen 3 en tot en met 7 zijn prentenboeken geweldig. Voor kinderen die iets ouder zijn, vanaf 4 tot en met een jaar of 8, zijn korte verhaaltjesboeken leuk. Dit is een voorbeeld van Kikker en Pad, erg geschikt voor die leeftijd. Maar zelfs oudere kinderen, daar zijn nog prentenboeken voor te vinden. Dit is De Gulle Boom, dat is een boek dat je als volwassene ook nog wel aan elkaar cadeau geeft. En het is ook leuk om aan kinderen voor te lezen. En natuurlijk zijn er de dikke boeken die je kunt voorlezen aan kinderen. Een van mijn favoriete schrijvers is Joke van Leeuwen. En dat is dus gewoon een boek met veel lettertjes waar je kan voorlezen. Ja, ik wil je zo wat laten zien hoe je interactief kan voorlezen. Maar ik wil even zeggen dat het misschien logisch is om te denken, ik ga mijn kinderen die nog niet zelf kunnen lezen voorlezen, want ze kunnen zelf nog niet lezen. Maar het is ook belangrijk om je kind voor te lezen als het zelf al kan lezen. Het is iets dat zorgt dat ze andere boeken voorgelezen krijgen dan ze zelf kiezen. In de oudere groepen 5, 6, 7, 8 gaan ze vooral boeken lezen die ze zelf erg leuk vinden. Denk aan De Boomhut met Zoveel Verdiepingen, Dolfje Weerwolfje, Dogman hoor ik ook vaak, Dagboek van een Mut. Allemaal van dat soort boeken. En ik noem het altijd een beetje de pizzaboeken. Dat zijn leuke boeken, die lezen lekker snel en die zijn fijn. En dat stimuleert een kind ook om te lezen. Supergoed. Daarnaast is het belangrijk dat we ze af en toe ook een groenteboek aanbieden. En dat zijn dit soort boeken. Dat zijn boeken die kinderen zelf niet zo snel pakken. Maar als ze het eenmaal gelezen hebben, weten ze wel veel meer woorden en groeien ze er ook echt van. Nou, belangrijk is dan eigenlijk ook nog om te zeggen dat als jij zelf nou niet zo van voorlezen houdt of zelf niet super goed bent in Nederlands, dat je twee dingen kan doen. Je kan het als eerste voorlezen in de taal waarin je wel heel goed kunt voorlezen, want ook dat vergroot de woordenschat van een kind in het Nederlands is onderzocht. Zocht, dus kun je heel goed Turks of Marokkaans voorlezen uit Turks of Marokkaanse boeken. Doe dat vooral. We kunnen als mens allemaal connecties leggen in taal. Dus de Nederlandse woordenschat groeit ook met het voorgelezen worden in een andere taal. En hou je nou helemaal niet van voorlezen, vertel je kind dan verhalen. Want ook daar gebruik je allemaal woorden in en ook daarmee vergroot het kind zijn woordenschat. Dus neem een moment waarin je met je kind het liefst een boek en anders een verhaal deelt. Nou. Ik had het er net over groenteboeken. Bij de bibliotheek kun je heel makkelijk boeken lenen met je kind die ze heel erg leuk vinden. Ik leen ook altijd boeken die zij iets minder leuk vinden, maar die ik dan de klassiekers noem. Die je eigenlijk wel gelezen moet hebben. En eigenlijk weet elke bibliothecaris of bibliothecaresse, dus de medewerker van de bibliotheek, wel welke boeken dat zijn. Dat zijn klassieke boeken zoals De Geheime Tuin, boeken van Joop van Leeuwen, De Kleine Kapitein van Paul Biegel. Dat zijn boeken, dat zijn klassieke boeken, dat zijn dus eigenlijk ook van een tijdje geleden geschreven, soms wel 40, 50 jaar oud. Waar een moeilijker verhaal in zit en wat langer is om zelf te lezen. En wat kinderen vaak ook niet super leuk vinden om zelf te lezen. Maar dat zijn dus de groenteboeken, zoals ik die noem, waar ze erg veel van leren. Nou, als je gaat voorlezen aan een kind, en ik wil dat even aan je voordoen. Wat is dan het grote verschil met interactief voorlezen of gewoon voorlezen? Nou, als ik een boek neem, laten we zeggen, ik heb dit vorige keer voorgedaan, laat ik dit nog even aan jullie zien. De Gulle Boom. Als eerste, als je dan gaat voorlezen aan een kind, dan zeg ik, kijk, het ziet er heel leuk uit. Wat zien we hier eigenlijk allemaal? Nou, we zien een klein jongetje en daar komt een appel aan. Maar ik zie ook, het lijkt bijna wel een arm. En dit laat je ook een kind zeggen. Dus je zegt niet alles zelf, maar je laat een kind meebeslissen. En dan zeg ik, kijk, dat is een mooie kaft. Eens kijken, van wie is dat boek? Dat boek is van Sel Silverstein. Wat leuk, die heeft dat dus geschreven. En er staat op dat het vertaald is, dus het is eigenlijk geen Nederlands boek. En ik ga vaak ook even in het boek kijken. En ik zoek het liefst op wanneer het boek voor het eerst is uitgegeven. Dus dan staat hier dat het boek uit 1964 komt. Dan zeg ik, nou, 1964, toen waren we allemaal nog niet eens geboren. En dat boek is al zo oud, dat toen wij er allemaal nog niet waren, was dit boek er al. Nou, en dan ga ik beginnen bij het eerste stukje. En dan laat ik het plaatje zien, dus als je met een kind samen zit. Er was eens een boom. En hij hield van een kleine jongen. Zie jij eigenlijk het kleine jongen al? Ja, kijk, daar komt hij aan. Daar is de boom en daar is de kleine jongen. Hoe zou het verder gaan? Elke dag kwam de jongen langs. Kijk, hij is helemaal blij om de boom te zien en zegt hallo. En wat doet de boom inmiddels? De boom doet ook iets. Hij zegt kom.
om de blaadjes te verzamelen die van de boom vielen. En we zien langzaam blaadjes vallen en we zien hem dat hij ze opraapt. En van die blaadjes maakte hij een kroon. En hij speelde dat hij de koning van het bos was. Nou, klein kindje kent het woord kroon niet. Dus wat is nou een kroon? Kijk, dat heeft hij op zijn hoofd. Dat hebben koningen op hun hoofd. Die hebben een kroon op hun hoofd. Soms is die van goud, maar in dit geval heeft het jongetje het van bladeren gemaakt. Een bladerkroon. Langs de stam van de boom klom het jongetje omhoog. Kijk, daar gaat het jongetje het boom in. We zien hem met zijn voetjes en daar liggen zijn schoenen. Dus wat doe ik als ik voorlees? Ik vertel er dingen bij. Als je dit met je eigen kind doet, dan gaan ze vaak ook vragen stellen. En iemand zei ook tegen mij van, wat doe je nou als er de hele tijd vragen tussendoor worden gesteld? Soms lees je gewoon een stukje terug. Dan begin je gewoon weer op een andere bladzijde en dan lees je weer even terug. Maar wat ik ook vaak doe, is mijn vinger erbij houden. Van, ik was hier. En dan zeg ik, nou, nu gaan we weer verder met het verhaal. En dan gaan we verder lezen. In een boek zitten vaak woorden die je kind niet kent. Je kunt het zelf meestal wel bedenken van, dit zijn woorden die hij niet kent. En dan zeg je van, wat betekent dat nou eigenlijk? Als je een verhaal uitgelezen hebt met een kind, dan is het goed om er nog eens over te praten en te zeggen, wat vond jij nou van dat verhaal? Vond jij het nou ook zo zielig wat er gebeurde met die boom? En wie vond je nou liever, dat jongetje of die boom? En dan zeg ik van, zullen we het straks nog een keer lezen? Of zullen we het volgende keer nog een keer lezen? Of zou jij nou eigenlijk nooit meer een boek willen lezen over dit verhaal? Met de kinderen kun je ook heel goed naar plaatjes kijken in boeken. En vragen wat ze daarvan vinden en of ze het mooi getekend vinden en of ze kunnen zien hoe het getekend is. Want dit soort boeken zijn niet getekend met de computer, dit zijn getekend met inkt en met potlood. Een interactief voorlezen betekent dat het boek niet begint als je bij de eerste letter van het verhaal begint. En het stopt niet als je bij de laatste letter van het verhaal bent. Maar het begint al met samen kijken naar de kaft, samen lezen, ruimte houden voor vragen stellen aan je kind of ruimte maken dat je kind vragen stelt. Het samen uitlezen. En dan is het natuurlijk belangrijk, en ik deed dat er net al heel overdreven, dat je met intonatie leest. En intonatie betekent dat als er geschreeuwd wordt in het boek, of verdrietig wordt gezien, wordt iemand verdrietig is in het boek, of iemand is blij, dat je het laat horen aan je stem. Dus als ik hier bij Kikker en Pad, wat een erg leuk voorleesboek is, het gaat over twee vrienden. Het zijn korte verhaaltjes, makkelijk te lezen, dus ook voor jonge leeftijden. Maar ik lees het ook wel eens voor mijn oudere kinderen voor. Dan kun je zeggen, Kikker was in zijn tuin. Daar kwam Pat voorbij. Wat een mooie tuin heb jij, Kikker, zei hij. Ja, hij is erg mooi, zei Kikker. Maar je moet er hard voor werken. Ik wou dat ik een tuin had, zei Pat. En dan hoor je aan mijn stem dat ik probeer voor te stellen hoe het is als je diegene bent. Een beetje toneel spelen. En ik doe het nu heel overdreven. Je kan dat zelf als je voorleest een stuk minder overdreven doen. Maar wat belangrijk is dat het kind gaat horen wat er voor emoties in het verhaal zitten. Samen zo een boek lezen en aan de hand van het verhaal nog vragen stellen en moeilijke woordjes bespreken. Dus hier staat, eindelijk zijn mijn zaadjes niet meer aan het groeien. En wat zijn dan precies zaadjes? En wat gebeurt er als er een zaadje in de grond stopt? Dat is leuk. Nou, dit klinkt allemaal als het voor heel jonge kinderen is. En ik heb zelf mijn eigen kinderen voorgelezen gedurende de hele lagere school en een stuk op de middelbare school. Misschien heb je kinderen met dyslexie. Heel belangrijk om voor te lezen. Maar ook oudere kinderen die zelf kunnen lezen vinden het heel erg leuk om voorgelezen te worden. Misschien vind je het zelf wel leuk om voorgelezen te worden. En wat ook werkt met kinderen is om ze, als ze groter zijn en ze kunnen goed lezen, dat zij een bladzijde lezen en dat jij een bladzijde leest. En dat je dan samen een boek leest. Liefst zo'n boek wat net iets moeilijker is, dat ze zelf niet zo snel zullen lezen. En dat je erover praat, allemaal met in je achterhoofd. We vergroten die woordenschat, we maken dat interactief lezen een deel van de week. Nou, ouders vroegen mij van, is voorlezen op deze manier dan iets wat je in de middag kan doen? Of kun je het in de avond doen? Want dan wordt het wel heel spannend in de avond. Nee, als je ontspannen voorleest in de avond, is het een mooi moment om samen te doen. En het is belangrijk dat je elk kind, zoals je meerdere kinderen hebt, om die allemaal even zijn voorleestijd te geven. Als je een kindje hebt van 2 en een kindje van 6, hebben ze niet dezelfde leeftijd qua boeken. Dus dan stem je een boek af op iemand van 2 en een boek op iemand van 6. En dan lees je die van 2 voor uit het boek van 2 en daarna het boek van 6 voor diegene van 6. En die geef je dus ook helemaal zijn tijd. Je probeert niet in het midden op een boek uit te komen wat ze beide leuk gaan vinden, want daarvoor zijn ze qua leeftijd niet genoeg bij elkaar aan het liggen.
Voor de rest is interactief voorlezen iets dat je moet aanleren. Dus het is een heel grote kans dat als je dat niet gedaan hebt, dat kinderen het niet leuk vinden. Mijn ervaring is dat samen met jou een momentje alleen wel heel fijn gevonden wordt. En dat het belangrijk is dat je het vaker doet. Dus mijn advies is, probeer het in te bouwen. Probeer boeken sowieso een onderdeel te laten zijn van de routine thuis. Geef met verjaardagen, feestdagen, suikerfeest, etc. een boekcadeau als onderdeel van de cadeautjes. Zodat je dat ziet, dit hoort erbij. En maak lezen een onderdeel van je gezinsleven. Dit gaat je kind zo gigantisch veel beter helpen op zijn pad naar de middelbare school. En dat is wat we onze kinderen allemaal gunnen. Ik dank je wel voor je tijd en je aandacht. Tot ziens, tot de volgende keer.